Ja. Zeg. Zwarte kousen, tot de Lieserik, hè? Die werden dan gewassen en dan hadden ze allemaal stokken in de tuinstallen. Er is dan die kousen overheen. Dus dat er ook gewoon in komen of dat. Ik heb het gezien hoe dat was al wel te ver voor mijn tijd. Maar vandaar dat dit het kousenhuisje heet. Maar jammer genoeg is het oude gesloopt en dit is een nieuwe. En daarachter stond een schuur. En misschien weet Geertje Brink dat nog. We hebben een keer een wandeling gemaakt vanuit de Westerbouwing. Ja. Met Rutsen zijn ze toen gegaan. Die was die Haarnes er nog bij, die was er nog zo vervelend voor. Ja. Nee, die was er niet bij. Ik ga van de reden. Ja, we gaan weer. We hebben maar een klein stukje gelopen. Klopt, ja. Jack! Maak maar een goed foto. Halen op die brug. Met de foto? Ja? Oké. Deze rol die kwam hier op en daar ging die zelf weer over. Zo de volgende ding voor. En ik stond nog een keertje hier. Zo, ik stond nog een keertje op een wijze dichtbij. Zo. En toen ging dat ding achteruit. He, dat geeft natuurlijk een vreselijke klap. En ik was meteen weer terug tegen mijn loge. Dat was kapot. Ja. En ik de test schreef dat ik tijdens het schieten mijn loge gespeeld heb. En toen moest ik bij de verkiescommandant komen. Hij zegt, waarom had je dan een loge op? Maar ik zeg, je wordt gewoon gezegd. Ja, je kijkt zo. Hopelijk. Ja, mag je die maar rare dingen doen. Hij zegt, dus gaat in de streek. Hij is leeg. Film. Ja, leuk dat. Dit waren de 70 pond.